Hi. Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe Laat ons niet lachen. Jij hebt echt te veel onze verplichtingen deze maand. Waarom? Waarom? Omdat je dit weer gaat uploaden. Oh, bro, wat doe ik hier? Weet je hoeveel views de vorige Talent Love heeft gehad? 5 ton. Oké, dan krijg ik daar wat van. Ja, Exposure. Ja, oké, abonneer op mijn kanaal, bijna 1 miljoen. Ja, bijna 1 miljoen, ik ook trouwens. Hè. Vandaag hebben we een nieuw concept. Ja, en vandaag is het idee dat je dus niet mag lachen. Ben je er klaar? Oké, ik ga niet lachen. Ik heb speciaal voor deze video... Teaser Games deze channel al 5 jaar. ja, red hem elke keer. Ik heb speciaal voor deze video nu een keer, in plaats van eentje van internet te plukken, heb ik er eentje laten maken. Zo, er zit wel echt wel moeite in. Ja, met echt productie. Nederlandse memes. Oh, die vind ik leuk. Ja, maar we zijn meer fan van Nederlandse memes dan van buitenlandse memes. Ja, dat vind ik echt leuk. Een beetje cultureel gedreven, TikTok memes met een beetje royalistic. Daarom. Nou, ik weet niet of deze erin zit. Vast niet. Nee, zit er zeker. Ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Okay. Dames en heren, ik kan het natuurlijk allemaal kopen door mijn grote vrienden van Revolut. Revolut is een mobiele bank die meer dan 30 miljoen mensen gebruiken. Ik weet niet of jullie nog mijn vorige video wisten die over Revolut ging. Toen waren het 25 miljoen mensen. En nu meer dan 30 miljoen. 5 miljoen mensen door alleen mijn video. Dat is toch fantastisch. Je kan super snel een bankrekening aanmaken met Revolut. En dat allemaal online. Het duurt maar een paar minuutjes via de fantastische app. Ik heb trouwens mijn eigen hoofd als achtergrond. Niet als achtergrond. Nee. Oh jawel, ook als achtergrond. Nee. Als hoesje, maar dat komt omdat hij helemaal kapot is. Maar ik heb nieuwe telefoon op de radio, dus heb ik niet meer mijn eigen... Goed verhaal! Wat trouwens helemaal mooi is, als je een standaard account aanmaakt bij Revolut, is het gratis! Ik weet dat jullie daarvan houden. Ik weet dat jullie horen gratis en denken, wauw. Dat is fantastisch. En ook geen kleine lettertjes of zo, kleine dingetjes. Nee, zoals alle andere banken, nee. Maar laten we doorgaan waarom Revolut zo fantastisch is. Ik heb wat fantastisch voor jullie. Op het moment dat je nu een account aanmaakt, is het niet zo dat je 10 euro moet uitgeven, 10 euro terugkrijgen. Nee, dat was eerst dat je een cashback kreeg. Nee, als je nu een account aanmaakt, krijg je gewoon gelijk 20 euro. Mensen, je hoort het goed. Als je via mijn link, het moet wel via mijn link zijn. Als je niet via mijn link het aanmaakt, dat zou echt dom zijn. Want als je het niet via mijn link aanmaakt, krijg je niet 20 euro, anders wel. 20 gratis euro's via mijn link aanmaakt. Doe het nou. Daarnaast een paar andere functies van Revolut. Je kan natuurlijk betalen via Google Pay, Apple Pay of met de echte kaart. Ik heb nog steeds deze. Waarvan ik dacht, van dit gaan ze me nooit geven. De Coolest Hold kaart. Deze staat van metaal. Je kan dus allemaal dingen mee doen. Je kan ook een sticker erop doen. Of, nou ja, niet dat je een sticker erop plakt. Maar een sticker kiezen en die erop. Gewoon, dat is eigenlijk een plaatje. Eigenlijk een sticker. Waarom noem ik het een sticker? Het is eigenlijk een plaatje. Of tekst. Of een foto van jezelf. Had ik eigenlijk moeten doen. Maar ik vind Coolest Hold vind ik ook geen gekke optie. En dan nog iets goeds. Dit gebruik ik zelf ook super vaak. In de app kan je een virtual card aanmaken. Is een virtuele creditcard die je maar voor 1 keer kan gebruiken. Normaal moet je altijd helemaal oppassen met je creditcard en niet verliezen dit dat. Je kan nu elke keer voor elke aankoop in principe, ik doe dit voor elke aankoop op een site waarvan ik denk, nou zou ik willen dat zij mijn creditcardgegevens hebben, nou liever niet. Dan kan je dus maar 1 aankoop een creditcard aanmaken. Het is virtueel, dus het is ook niet slecht voor het milieu, dus niet dat je iedere keer zo'n creditcard thuis stuurt krijgt. Maar super chill, want dan 1 keer gebruik je hem en daarna kan je hem ook zelf niet meer gebruiken, kan niemand er meer gebruiken. Je wordt gewoon afgeschreven van je Revolut-rekening, je wordt niet apart geld op te storten of zo. Super handig. Doe het. Nog meer toffe dingen natuurlijk. Revolut Rewards. Op het moment dat je geld uitgeeft, dan spaar je voor kort en cashback, bijvoorbeeld Adidas en MyProtein. Zit er allemaal bij, zit er allemaal gratis bij. Hoef je niet extra voor te betalen, dat is gewoon handig. Eigenlijk bespaar je geld waar je het uitgeeft. Oh my god, dat klinkt fantastisch. Ook in de app kan je allemaal doelen zetten voor jezelf en hoeveel je maximaal mag uitgeven. Ja, dus, maar dat is voor mij met name handig, want ik heb echt zoveel geld uit. Het is echt verschrikkelijk. Dus ik gebruik dat ik zeg maar heb van, oké, ik mag een kleding elke maand niet meer uitgeven dan 40.000 euro. En zoals ik eerder had verteld, zijn ze ook erg goed in het exchangen van geld. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld in Engeland bent, dat je dan in ponden betaalt of in Amerika dat je in dollars betaalt, gaat allemaal automatisch. Je hoeft het zelf niet om te zetten. Het is zelfs in 29 verschillende valuta's. Nou, ik kan er misschien 5 noemen. Als iemand anders een andere 24 kan opnoemen, zou het fijn zijn. Dus mensen, wacht je nog op. Download Revolut via de link in de beschrijving. En krijg 20 gratis euro's. Pff. Ik ga zelf een accountje maken, denk ik. Hé hey gast, hij wist donders goed dat ik het zou zijn. Dit is Klaas Matty, de echte gangster. Kijk, achter de bar, jongen, kijk. Zo, dit is de echte gangster! Klaas! Oh! Ik snap de clue niet. Is dat een grap over George Clooney? Nee. Oh. Wat een mongol ben ik. Man. Dat was niet best. Ik snap die backflippers sowieso niet, man. Je hebt allemaal een kleine pik. Waarom dat nou? Je gaat er niet zitten backflippen. Want? Oké, je kan alles leren met je jonge brein en je gaat leren backflippen. Ja. Je leert piano spelen of ja, zo. Eens, of leren weer een vak. Ja, een vak. Ga je ja. zitten backflippen. Eens. Maar jij hebt ze maar geleerd jong leren. Ja, oké. Okay. Toch? Dat is ook echt vermagerd. Ja, dat is vermagerd. Okay. Ik kan het trouwens. Yo, je vriendin jarig. Ja, man. Nee. Dit zou wel eens de... Ik heb nog nooit verloren, dus ik ga nu mijn antidepressief al nemen. Oké. Funny. Subway hit different.
schiep. Hij pakt die koeken met la mee. Nee, de koekenla. Joehoe. Bye girl. Doei. Lijkt me je in de sit-hard, gast. Leuk, leuk. Ja, leuk, leuk, leuk. Af en toe, als ik naar daar kijk en ik kijk terug en die pet is niet af, sloop ik je. Af en toe. Ja. Laten zien. Hij is nep. Ja. Opdoen. Oké, ik snap hier zo weinig van. De minst begrijpelijke 30 seconden uit mijn leven. Minder had ik een meme altijd. Mevrouw wist niet wat ze meemaakt. Ja, komt er maar uit. Ik ben bang. Komt er maar uit. Ja, je komt. Dat vond ik lekker meme. Netherlands, it's not just the Netherlands. Netherlands is the brand. Netherlands is the man of the smart people. The people of Netherlands, they are very smart. I love Netherlands. Ik word geachtervolgd. Doe het al aan. Hè? 17. Niffel, blijf maar schieten. Man heeft unlimited ammo. Bro, je bent niet van mijn level als jouw frikandellenbroodje geen kont gehad heeft, bro. Wat is dit? Hey, broodje. Gadverdamme, man. Gadverdamme. Wat een endeldarm is dit, zeg. Ah, bro. Nee. Nee. Pasjaal. Ik wil pasjaal. Maar dit is toch... Dit is een meme, toch? Dit is een... Dit... Samsung, ik heb mijn iPhone 6, maar kijk maar komende kwaliteit. Wow. Ja, 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 kut. Ik zoek nog een relatie. Ik heb Snapchat. Ik ben Bas, 31 jaar oud. Ik zoek een leuke relatie. Met een mooie meid. En mijn Snapchat is BasZ3. Elke pak. Betaalverzoek is via Tiki. Swipe up voor je eten. Ik ben bijna jarig, krijg ik van iedereen 2,50. Niet eens leuk. Ik vind je echt een mooi meisje. Dat een zo'n meisje. Dat ik vang ga wel aanspreken. Kijk naar 101 Bars. Rotje op je beeldscherm. Ah, maar ja, dit is. We zijn weer terug bij het begin van TikTok. Bro, zeg even tegen mijn snap. Hakka pindas. Eet mijn baal. Eet mijn baal. Eet mijn baal. Nou, hold on. What is big got fur? I ain't never seen nothing like this in my life. This some shit out, Juma. Oh, shit. Oh. Zat een douche met zijn fiets. Dat vind ik dan wel weer leuk. Kijk, Louis Brander. Ja. Als je per ongeluk je vriendin haar deo gebruikt. Ja, met die Sonic shit. Samsung smiley. Ja, hij heeft sowieso geen... Maar nu ruikt het tenminste wel lekker. Hoe is dat zo? Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. Ik ga lekker sporten. Dit ben jij. Ja, je wist ook dat ik gekomen natuurlijk. Een beetje opdrukken bij zelf. En hij heeft... Koulo lange armen houden. Holy fuck. Ik wil natuurlijk jou groeien als mens, als persoon. Dat heb ik gezien. Oké, dus we moeten projecten. Ja, wat zei je? Om 1 uur met de 2 op een 3. Niet dat doe je. Maar wat moet je echt zeggen? Maar niet dat. Nee, dat denk ik ook niet. Zou je tegen onze koningin willen zeggen? Weinig. Meneer, wat zou u willen zeggen tegen de koningin? Dat is een persikaar. Meneer, wat zou u tegen de koningin willen zeggen? Hoe? Ja. Jezus, wat een gebouw! Sportswear. Vroeger was dit nog grappig. Rapper shorts. Het is gewoon, hij is helemaal ontspoord en raar geworden, is toch niet leuk meer? Wat heeft hij voor krakkelee boven zijn ogen? Ja, maar hij is... Ik heb echt heel veel rimpels, moet ik zeggen, maar ik weet niet wat de fuck daar gebeurt. Biggie Dago. Jouw maat, hè? Mijn maat.
Die zie ik zoveel van die filmpjes dat ze dan die dingen slaan. Wat is dit trouwens voor... Ik vind dit zo mooi. Wie is dit? Biggie Dagu. Is dit Biggie Dagu? Ja. Ja, hij was goed. Mijn naam is Biggie Dagu. En ik zal je vertellen hoe ik een moordaanslag heb overleefd. Ik was een grote hit in de... Hij kijkt hem echt alsof hij een huisdier is die naar de tv aan het kijken is. Biggie, dank voor zijn lezen. Rustig. Biggie, een plunder in mijn kast. Aha. Biggie, dank een minuutje. Ik neuk max 10 minuten. Tap. Max 20. Skroep. We kunnen hem verlengen met Hennessy. Ja. Kan ik jou een vraag stellen? Maximale sekstijl. Gooi hem. De wat? Ik maximale zeg, tijd? Ja, ik doe 10 minuten. You never give up. Ik dacht altijd blijven lachen, man. Want je weet waarom. Ik heb poetsen per dag gehad. Wauw. €50 voor me. Vind een sigaretje voor me. Ik wil je me wel gelijk geven, hè? Tering. Om een net te hebben op je balkon, omdat... Kijk, als je stel voor... Je hebt een telefoon toch? En je wilt hem laten vallen, dan houdt hij tegen. Dus bijvoorbeeld. Oh, een dom wat idee. Wat denkt hij ook? What the f? Je weet toch dat hij daar gaat stoppen? Wat de f ben je aan het doen? Nee. Moet die even kotsen. Boys of Yuzu, dat ding is man. Fucking schapenlama. Yuzu. Bro, dit eten is pittig, man. Bro, valt er gewoon mee. Is gewoon een beetje rijst. Staat het op. Om. Dat is het minst schappig film dat ik ooit in mijn leven gezien heb. Heerlijk! Deze heb ik van gehoord, maar ik had hem nog niet gezien. Ze volgen mij ook op Snap. Snap, jullie hebben gezien, ik krijg rood licht van Paramalibo. Is dat Woef? Die de fuck is Woef? Maar ze had een keer de Matchmaster integratie op te nemen in Rotterdam. En toen kwam die zo Taxi Woef kwam langs rijden. Abonneer op Taxi Woef. Voor mij hebben we dat eruit geknipt. Taxi Woef 010. Kunnen wij zien op Snap, Taxi Woef 010. Dat hebben we gezien toen. En onthoud de naam, je weet toch Taxi Woef met een E. Neem ook mama's mee. Got a blue car, I got a... Ja. Oké, Matt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer gelachen. 11. Ja, maar dat je hier om 11 keer eruit hebt weten te persen. Het was echt moeilijk om 11 keer te lachen. Nee hoor, dat vond ik niet hoor. Ik moest het nog inhouden. Oh, no. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Mattie en ik gaan nu samen lekker eten. Naar de Libreien. Naar de Libreien gaan we toe, want ik vind het zo leuk dat je weer mee hebt gedaan. Ja, ik ook. Dit was aflevering 104. Bedankt voor het kijken. Geen euro aan verdiend. En tot de volgende keer. Doei! Abonneer op mij. Abonneer op Matthijs, bijna 2 miljoen subs. Ik heb bijna 1 miljoen, ik ga het nooit halen. Yusuf, 5k per maand.